Superleuk dat je kijkt naar onze speciale React to All-Star-serie. In deze serie reageren oude spuiten en slikken presentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Gwen van Poorten het item terug waarin ze het gif van de Cambo-kikker probeerde. En dat ging niet helemaal goed. Hallo, ik ben Gwen en ik ben oud-presentatrice van Spuiten en Slikken. En we gaan een item terugkijken dat ik ooit heb gemaakt. Cambo is de secretie van een kikker. En die kan bij mens toegediend worden als een medicijn. Met als doel het lichaam te reinigen. Oh my god, alleen al het gezicht van deze man kan ik dromen. Zijn gezicht en de angst die ik hier had. Ik was zo bang. Zo bang. Want mij was vooraf verteld dat alles kon gebeuren. Ik kon gaan overgeven. Ik kon diarree krijgen. Ik kon opzwellen, dikke lippen krijgen, mega ziek worden, dingen gaan zien. Ik moest de controle loslaten. En dat terwijl er een heel team bij was. Dat klinkt een beetje, ik denk, Jezus, waar ben je mee bezig? Kan je dat begrijpen, dat mijn buitenstaanders staan en kijken en denken, ja, wat ga je doen? Ik kan niet begrijpen als je het zeg maar, vanuit ons westelijk perspectief bekijkt. Maar als je naar het oerwoud gaat, daar is honderden en honderden jaren wordt ermee gewerkt. It's a natural part of life. En ik ga een stukje dichter bij mezelf komen als wij Cambo gaan doen. Want ik zeg wij, want jij gaat me helpen. En ik vind het best wel spannend. Is het? Kan je met mij eventjes er doorheen lopen? Wat gaan we precies doen zometeen? Wat we zo meteen gaan doen, is we gaan zo meteen erachter zitten. Ja. Dan ga ik het medicijn klaarmaken. Als het medicijn klaar is, dan maak ik een paar brandgaatjes op je arm. En daar wordt dan vervolgens het medicijn op geplaatst. Ik wil van deze man een hele hoop duidelijkheid hebben. Vertel me wat we gaan doen, wat er gaat gebeuren. Dan kunnen we beginnen. Maar ik krijg die duidelijkheid niet echt. Je lymfe, want je beschadigt zeg maar alleen maar de opperhuid. Zodat je dus niet de bloedbaan raakt, maar dat je dus uitsluitend in de lymfe blijft. Je lymfe transporteert vervolgens het medicijn naar je bloed. Je bloed pompt het door je lichaam heen. En binnen een minuut of twee, drie merk je het in je hoofd. Gaat je hoofd een beetje duizelig worden. Maar over het algemeen zakt het medicijn dan naar beneden en dan komt het naar je hart toe. En begint zeg maar die misselijkheid zich in je maag op te bouwen. Die misselijkheid? Die intensiteit neemt toe. En in de meeste gevallen gaan de mensen overgeven. Het maakt je schoon. Het geeft je zeg maar de ruimte om weer eventjes helemaal bij je eigen waarachtigheid te zijn. Wat is jouw waarheid? En ik had hiervoor nog nooit getript. Dus ik dacht alleen maar, ga ik ook dingen zien? Gaat er iets gebeuren om me heen? Wat moet ik verwachten? En ik wil zoveel mogelijk zekerheid krijgen voordat ik mezelf echt los kan laten. Ik hoop echt dat ik me volgende week helemaal top ga voelen. Maar ik ga zo meteen gewoon brandwonden krijgen waar ze gif van een kikker in gaan smeren. What the fuck ben ik aan het doen? Ja, dit is het medicijn. Dit is van de kikker. Dit is de gedroogde secretie van de kikker. En dit is ook best wel hypocriet, want wat loop ik nou te zeiken? Ik test 4 FNP terwijl daar bijna niks over bekend is. Ik weet niet wat dat over een paar jaar met me gaat doen. En dan sta ik hier te klagen over een eeuwenoud medicijn waar heel veel mensen op vertrouwen. Ik moet me gewoon niet aanstellen. Ik ga dit gewoon doen. Ik heb zoveel dingen voor spuiten en slikken getest. Allerlei soorten harddrugs. Van GHB, ecstasy, 4 FNP, noem maar op. En dat doe ik. Zin in, dan kan ik heel eventjes hard gaan en het leuk hebben. Maar zo'n eeuwenoud medicijn, wat dan echt wat voor je lichaam schijnt te doen, daar ben ik dan in één keer sceptisch over. Dus daar was ik in mijn hoofd mee bezig. En toen dacht ik, ja hallo, dat is een eeuwenoud medicijn. Wat kan er nou gebeuren? Ik ga nu de brandkaartjes maken. Holy shit, maar ik moet nog water drinken. Ja, ga rustig gaan. Oh, fuck. Godzame. Oh mijn god. Dat was niet cool. Ik dacht dat die puntjes hadden me niet eens zorgen over gemaakt. Ja, ik kan me nog zo goed herinneren. Ik ben zo boos. Hallo, dit doet gewoon echt pijn. En in één keer begon ik super erg te huilen. En wist ik, was zo emotioneel. Toen moest ik nog die hele fles naar achter tikken. Oh. Voordat de Cambo op de brandwonden wordt gesmeerd, moet ik eerst 2 liter water opdrinken. EHBO'er Mark is erbij, omdat het een vrij heftige ceremonie is. Oh. Voor mij hoef je niet meer te drinken. Jesus Christ. Yes? Ja, oké. Hé, geniet. Geniet van je eigen ademhaling en je eigen aanwezigheid.
doodeng wit. Ja, met Cambo is het dus zo dat het alleen werkt als het gif op de wondjes ligt. En dan krijg je een bepaalde reactie. Het is geen allergische reactie, maar het gif begint te werken. En vanaf het moment dat hij het eerste gif op één van die puntjes legt, voel ik het meteen. Zo bizar. Je hele lichaam voel je gewoon licht worden. Ik voelde het verspreiden. Ik werd licht in mijn hoofd en ik zag allemaal kleuren. Alsof er iedere keer een andere kleurspot aanging. En toen voelde ik vanuit mijn tenen echt een ziek gevoel opkomen. Echt een soort turbogriep die in één keer wordt ingezet. En dat ging echt van mijn tenen naar mijn knieën, naar mijn onderbuik, totdat het bij mijn maag aankwam. En daar zat een hele hoop water in. Cambo, Cambo, Cambo. Mag ik jou wat vasthouden? Cambo, Cambo, Cambo. Cambo de mi amor. Oh my god, dat is zo raar. Oh fuck, wat heftig. Ik kan het je niet aanraden om jezelf te filmen als je gaat kotsen en dan ook weer terugkijken. Dat is voor niemand leuk. Nou, misschien voor jullie wel, maar niet voor mij. Wat hij hier zingt, dat is een soort running gag geworden bij ons in huis. Mijn vriend zegt nog wekelijks Cambo, Cambo, Cambo. En ik ook. Dus het was gewoon zo raar voor mij dat iemand ging zingen terwijl ik heel ziek werd. Hoe lang duurt dit? Oh. Nee, dit is niet echt een haai. Dit is echt een hele, hele diepe low. Oh, Jezus. Alles is roze. Ik ben er nooit zo ziek geweest. Voel je die glimlach? Voel je die glimlach? Nee. Ik kan niet voelen aan de binnenkant van je mond. Nee. Nee, nee, nee. Ik dacht dat ik dood ging. Is dat normaal? En ik echt, ik krijg geen lucht meer. Ik val zo neer. Dit was het. Hoe vond jij dat het ging? Laat me even. Nee, nee, nee. Mooi. Mooi? Mooi. Okay, wow. Je hebt weinig verzet gehad. Ik had niet het gevoel dat ik kon verzetten. Er zijn nog nooit mensen hier aan dood gegaan. Niet bij mij weten. Nee, die zitten allemaal in de Amazone. Die vinden ze volgende week pas. Oké. Okay. Oh, ik kan weer lachen. Het is 4 dagen geleden dat ik de Cambo heb gebruikt. En ik zou me op dit moment helemaal fantastisch moeten voelen. Ik ben wel blij. Ik voel me gezond. Ik ben helemaal hersteld van het ziek zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Maar of ik me nou blijer voel dan normaal? Ik weet het niet. Eigenlijk moet je 2 weken wachten met de eindconclusie. Want na 2 weken weet je pas echt hoe het werkt. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik ongekend veel energie had in die 2 weken. Het is voor mij ontzettend bijzonder geweest. Omdat het iets was wat ik nog nooit had gedaan. Waar ik vrij weinig over wist. En het achteraf, de weken na dit item, best wel bijzonder voor me is geweest. Puur omdat ik zoveel energie kreeg.